De voorzitter van de bond bij het Slans Hospitaal, Imro Edam, heeft de Nationale Assemblée vandaag aandacht gevraagd voor loonsverhogingen ten behoeve personeel en de financiële injecties bij ziekenhuizen. Edam trok met een groot aantal leden aan de bel tijdens het protest van de Surinaamse Politiebond, die samenkwam met straatprotesten van verschillende groepen. De organisaties hadden volgens Edam allen ten doel hun ontevredenheid over de economische situatie kenbaar te maken. Onze standpunt is duidelijk. Niet tegen IMF. Of we daarvoor gaan moeten leveren. Gaan we dat keihard doen? Dat is duidelijk. En er zijn andere zaken, namelijk loonsverhoging, de financiële injectie van de ziekenhuizen. Men heeft toen een afspraak gemaakt met de voorzitter van de vaste commissie, Leo Sherman. Die gaat terugkoppelen komend week. Hij zegt, weekend kan het ook. De standpunten kan aangeven. Ik heb ook aangehaald dat wij niet komen praten om het praten. Wij willen nu zichtbare resultaten hebben. We zijn al bijna een paar maanden verder en geen tastbare resultaten. Dus wij hebben aangegeven, zeg, we willen wel praten, maar tegelijkertijd dat we praten, moeten we zichtbare resultaten zien. Edam zegt verder dat er enkele maanden geleden een aanvang is gemaakt met gesprekken. Regeringsvertegenwoordigers zouden hebben aangegeven dat er schot in de zaak zou komen, maar Edam zegt nog geen aanzienlijke veranderingen te hebben waargenomen. De bond zal dan niet schromen om actie te voeren als de resultaten uitblijven.